Michiel? Ja. Hoe loopt het? Hoe loopt het? Hoe loopt het? Nee, ik had het tegen jou. Ja, daar zit er nog een, ja. Hoe loopt het huishouden, Michiel? Er is vanochtend tosti's gebakken. Dat is heel goed gedaan. En binnenkort gaat het wassen weer gebeuren. Dat heb ik aangekondigd. Dat is de opening van de dag. Liggen de wasjes al klaar. Ja, maar dat loopt volgens plan, waardoor jullie echt kunnen blijven concentreren op de inhoud? Nou, dit is een mannelijk huishouden. Dat betekent dus dat mensen al dagen, elke dag uit dezelfde glas of beker koffie drinken. En dat die beker 's ochtends ook gewoon weer klaar staat en nooit gewassen wordt. Zo gaat dat soms. Dat ga ik zo meteen even aanpakken. Ik ga straks even... Ik zie een taakverdeling ontstaan. Ja. Erwin, dag 3 van South by Southwest. Het is misschien een beetje vroeg, maar zijn er dingen die jou echt al opvallen? Nou, als je voorbereidt op zo'n evenement, ga je die hele app door met al die honderden sessies. En eentje die mij daarin opviel is diversity, diversiteit. Hoe zorg je ervoor dat iedereen mee kan doen in de ontwikkelingen die er zijn? Maar ook hoe zorg je ervoor bijvoorbeeld dat mannen en vrouwen goed vertegenwoordigd zijn in sessies? Kijk, wat mij eigenlijk daar met name over opviel. Gisteren heb ik een aantal van die sessies bezocht. En de organisatie maakt daarmee duidelijk, dit is voor ons een belangrijk thema. Maar dat wil nog niet automatisch zeggen dat het ook voor de bezoekers een belangrijk thema is. Bijvoorbeeld, ik was bij een sessie over misbruik in de sport. En daar waren, de zaal zat vol met vrouwen en 3 mannen. Ik was bij een andere sessie, die ging over hoe gender tag kan de wereld kan helpen. Dat was eigenlijk hetzelfde verhaal. Allemaal vrouwen in de zaal en een paar mannen. Maar wat je nou eigenlijk zegt, worden wij door die organisatie van South by Southwest eigenlijk gemanipuleerd om bepaalde onderwerpen belangrijk te vinden? Nou, zo zou ik het niet willen noemen. Ze kiezen inderdaad een standpunt. Zijn ze activistisch? Ja, dat zijn ze zeker. Absoluut. Ik vond het goed, eerlijk gezegd. Want ik sprak daar gisteren over met iemand en die zei van ja, wij organiseren zelf een evenement en wij zouden dat nooit doen. Ik zeg ja, maar dan daarmee pretendeer je dat je objectief bent, terwijl objectiviteit niet bestaat. Dus goed, ik heb liever dat mensen wel een standpunt innemen. Maar die pretentie hebben zij hier ook helemaal niet? Nee, die hebben ze helemaal niet. Absoluut niet. Nee. Het is ook politiek licht activistisch. Hè? Er zijn heel veel sessies die iets van doen hebben met de toekomst van Amerika in allerlei toonaarden. En er zijn heel veel politici. Gisteren, ik heb in de rij gestaan voor Alexandria Ocasio-Cortez, die ik erg boeiend vind. En dat is een kansloze exercitie. Nou, je hebt vandaag weer een kans. Ja, Skullduggery, een van mijn favoriete podcasts, die wordt hier vandaag opgenomen met haar. Nou, gisteren was dat een reusachtige stormloop. Maar even terug naar dat activisme. Er zijn heel veel politici en die zijn, laat ik zeggen, dus weinigen daarvan behoren tot de volgelingen van Trump. Maar zo be it. Dat is waarschijnlijk ook een keuze. Ja, maar die agenda die bepaald wordt. Hè? Want komen hier straks 50.000 mensen gaan weer naar huis en die gaan weer aan het werken in hun bedrijf. En die zeggen van ja, dit zijn de belangrijkste trends. Maar zij hebben daar dus heel veel invloed op. Dat zou enige invloed kunnen hebben, maar ik weet niet of iedereen zich daar al heel makkelijk in voegt. Maar dat zij keuzes maken die enige impact hebben, dat is wel zo, ja. Ja. Hey, dat boekje van jou ligt hier altijd op tafel. Wat staat er op de laatste 2 pagina's wat interessant voor de buitenwereld is? Nou, ik ben naar een sessie geweest over AI in advertising in China. En dat vond ik heel goed. Het ging over online advertising in China en hoe dat zich ontwikkelt in het algemeen en hoe specifiek welke rol AI daarin speelt. Dat was vrij diepgaand door een mevrouw Bessie Lee. Ik moet de sheets nog even opzoeken, maar ik raad dat aan. Dat vond ik heel goed. En er was een sessie over CRISPR, wat denk ik onderhand iedereen wel een beetje kent. Ik ken het ook een beetje. Het is een gene editing tool. Als die belofte half klopt, is dat volstrekt wereldschokkend, maar ook echt volstrekt. Nou, de impact, geven ze een voorbeeld? Nou, de impact is dat je de genen van mensen zou kunnen gaan zeer fijnmazig zou kunnen manipuleren, zou kunnen editen. Het werd Cas9, er zijn mensen die het allemaal veel beter weten dan ik, maar werd vergeleken met een Microsoft Word voor DNA. Nou, die belofte is licht overtrokken, of althans in de praktische zin is het nog niet zover, maar conceptueel is het al mogelijk om op micro niveau 1 gen bij mensen aan of uit te zetten. Daar ging die sessie over. Die sessie was ronduit teleurstellend. De heer Berger hier was er ook. Het ging eigenlijk meer over een documentaire. Het was een soort aanjager van een documentaire door Dan Rather, die heel bekend is hier.
Dus die sessie was eigenlijk shit. Maar het topic is heel boeiend en zou wat mij betreft veel dieper kunnen gaan. En dat zal ook nog wel gebeuren. Heb jij er wat aan toe te voegen, Michiel Berger? Nou, wat daar onder andere dan weer is met zo'n algemeen publiek met iets heel technisch, is dat er heel ver wordt gekeken meteen. En straks kunnen we de lengte veranderen van mensen. En dan kan je bepalen hoe groot je moet zijn. Waarop de expert van het panel zei, een dame die studenten was geweest bij Jennifer Doudna, die zei, ja, lichaamslengte zit in honderden genen die op allerlei ingewikkelde manieren samenwerken. Dus dat weten we helemaal niet hoe we dat moeten veranderen. En nee, het is niet een knopje wat we aan en uit kunnen zetten. Maar goed, momenteel is het wel zo dat er een aantal ziektes wel worden bepaald door één gen. En die kunnen ze daadwerkelijk wel gaan aanpakken nu. Dus dat, ja. Sikkelcel, anemie. Ja, en dat is nog verre van opgelost, maar dat zou zo... Waar ging het over? Sikkelcel-anemie. Een kwestie die overigens alleen zwarte mensen kunnen hebben. Maar dat het een groot probleem is in sommige delen van de wereld. Het zou kunnen, zo begreep ik het gisteren, had ik ook al eens een keer gelezen, dat zou kunnen dat als je heel fijnmazig een genetje aan of uitzet, dat je dat daarmee oplost. En dat soort dingen hangt wel in de lucht. Andere dingen die je opgevallen zijn, Giel? Ja, nou, wat we inderdaad die activistische panels, die zijn er volop. Ja, ik heb er twee gezien over AI en met name eigenlijk die surveillance business. We noemen het surveillance kapitalisme inmiddels, geloof ik, hè? Ja, precies. Ja. Dat is de term du jour. En dat was wel, ik vond het toch wel toch een aardig verhaal. Mensen er is echt wel een soort van tegenbeweging van mensen die zeggen, nou, je hoeft het niet allemaal te pikken, hoor. Dat die data allemaal maar naar de cloud gaat. En binnen die context had ik zelf, maar ik kan mezelf slecht interviewen. Alles op zich zou dat best een leuke exercitie zijn. Zeg Roeland, heb je zelf gisteren nog wat? In deze context zat ik bij Dennis Crowley, van de oprichter van Foursquare, die natuurlijk 10 jaar geleden zijn tooltje kwam lanceren. Historisch moment op Zuid-Zuidwest. Binnen die context was dat ook heel interessant. Als je ziet wat je met locatiedata allemaal kunt doen. En weet je wat de risico's daarvan zijn? Fascinerend. Ja. Ik denk, mag ik daar kort op aanhaken? Want er wordt ook wel her en der gesproken over de beloftes van meneer Zuckerberg. De recente beloftes. Die nu heeft gezegd dat de inhoud van de conversaties, die blijft end-to-end encrypted. En dat wordt door sommige mensen dus gevierd als een charmant gebaar. Ik betwist dat metadata, zoals locatie, of het feit dat ik op bepaalde tijden gedurende een bepaalde duur met heer Berger hier zit te whatsappen, even helemaal los van de inhoud. Als je weet op welke momenten ik met hem whatsapp en misschien ook nog de koptekst van mijn mail of wat dat soort dingen en op welke locatie ik dat doe, dat is zeer interessant en extreem intrusive. Ja. Dus de inhoud van een conversatie zelf skippen, dat is niet noodzakelijk het grote gebaar. Nou, ik heb een stukje geschreven voor de nieuwsbrief die Erwin, ik weet niet wat er vandaag meegaat, anders morgen. Ja, die komt morgen, zegt Erwin nu. Nee, maar daar kunnen de kijkers zouden zich daarop kunnen abonneren als je meer wil weten over wat Dennis Crowley zegt. Maar ook wat je daarmee kunt doen. En even heel kort, want we zijn een beetje lang aan het worden vandaag. Wat gaan we vandaag allemaal meemaken? Ik zat dus al het schema voor morgen te bekijken, want daar moet ik me straks voor inschrijven. Dat is allemaal enorm gedoe. Maar Beating the Hype of AI in Healthcare, dat zag er echt interessant uit. Ook als een nuchtere beschouwing over wat kan er nou wel of niet in Healthcare. Dat is een interessante. Ik ga naar How to Cover Neonazis Safely and Keep Your Job. Dus dat gaat over journalistiek die zich in duistere kringen beweegt en hoe je dat doet zonder dat je al te veel kleerscheuren oploopt. Michiel, jij? Ja, ik ga dus ook naar die AI in healthcare anti-hype verhaal. En verder zijn er een heel aantal dingen. Het gaat over sustainable homes, daar wil ik eigenlijk wel heen. En eentje gaat over sporters. Rating athletes using machine who think like you. Dat lijkt me ga ik ook interessant. Heen. Ja, dat lijkt me heel erg interessant. Dus, er zijn nog conspiracy theorists on social media die ik ook aanraad.
Ja, jij houdt sowieso van conspiratietheorieën, dus dat weten we ook. Erwin, jij? Ik zie Nou, vandaag beginnen de... Wat zeg je nou wel? Ik geef mijn agenda te turen en ik zie dat Vitesse Feyenoord net begonnen is. Ja, en er is een vliegtuig uit de lucht gevallen. Maar dat is weer een ander verhaal. Erwin? Ik ga weer kijken naar een aantal van de pitches van de startups. Dat is altijd een heel leuk onderdeel van South by Southwest. Rondom thema's krijg je de beste nieuwe startups te zien. Heel veel melden zich aan. Een paar krijgen de kans om zich te presenteren. Geeft een leuk inzicht in bijvoorbeeld artificial intelligence, de blockchain. Wat voor dingen spelen daar nu? Okay. Nou, veel plezier vandaag. Dank je.